Oh my god, mens. Vandaag is zaterdag. Dus zeg. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pepe Blue. Nieuwe dag, nieuwe vlog. Hebben we eerst hier ook? Voilà, ze. De Jamie. Buitensmijter van dienst. Huppla, security. Dat is van de vierde lijn. Of vijf. En hoe slaapt Jamie? Nee. Nee. Een grizzly bean heeft ik met. Zo, ik kan een beetje snurken, nee. En, jij goed geslapen? Oh, ik ken de maximum. 2,5 ongeveer. 2,5, ah ja. Ja. En jij? Heb jij goed geslapen? Ja, het is boek. Ah ja. Ja. Nee, dus. En heb jij goed geslapen? Is het deze TNT? Jij hebt goed geslapen. Ja, die moeten de schuur niet in. Ja. Twerken, noem je dat. Twerken. Twerken. Hé, wat zijn van plan, wat? Jij weet. Vijf pannenkoeken tegelijk. Hoeveel moet er aan misschien? Vijf. Heb jij niet die pannenkoek moe aan? Je hebt maar vijf nodig. Ja, je hebt maar vijf pannenkoeken nodig. Dat zijn één keer een paar. Pas op, het test van al. Tegen al zo dat beneden zijn, is dat al koud. Heb je de microfoon voor het op te maken? Ja. Ja? Ah, oké. Okay. Ah. Ja. Allee, wat hebben we geleerd vandaag? Punt 1. We nemen een beetje meel. Meel. Kom nooit meer mee. Nemen een beetje meel. Wel. Punt 1, kom nooit meer mee. Met. Blijven vlinders. Mijn moer, dat was het ook. Is een koei. Hier zit nog een koei, maar... Bij ons hebben we twee benen. Nee, moet zwijgen. Iedereen is slecht gezet. Oh ja, en een beetje biomelk? Of wat de melk is dat? Havermelk. Havermelk. Ja, ik wil nooit frituur. Van de haverkoeien. Ah ja, ja. De haverkoeien, hè. Ja, goed. Allee, we gaan ons klaarmaken. En wat gaan we doen in de voormiddag? Niks. Pizza's gaan kopen. Pizza's gaan kopen. Maar we kunnen toch een keer wandelings gaan doen. Kom, mensen. We zijn hier... Amsterdam, pizza's gaan kopen. Koeien. Ja, hé. Hey. Oh, hé, hey, maar iedereen is echt mega gemotiveerd. Hey. Ja, echt. Piet, zeg hem bakken. Ja. Oh, het ziet er wel lekker uit. Ja, maar jij bent nog bezig, hé, man. Of een pannenkoek kan dat zijn, man. Wit? Allee, met brokjes. Ja, maar die pot is te klein. Ah ja, nee, hij maakt gewoon veel te veel. Ja, dat is fijn. Okay. Je zet maar mee vingers, hè. Maar doe dan twee. Die zes anderen zijn normaal. Ja, goed. Allee, we gaan ons een beetje klaarmaken en dan gaan we het wel zien. Hey, let's go. Yo. Yo, yo, yo. Yo. Good beat. Allee, Jamie, we moeten positief zijn. Ja, maar ik ben echt blij dat ik hier ben. Allee, ja, mijn vrienden. Hij heeft gevraagd om op die kant aan. Ja, het is allemaal uw idee. Groot, ja, maar mijn idee was anders dan dit idee. Nee, ja, het was dan uw idee voor dat event te gaan. Blame Jamie. En mijn idee was... Star Wars. Samen gezellig met de familie weg te zijn. Dat wou jij in een villa van boven met. Ja, hier. Ja. Leg vroeger. Leg vroeger. Ja, maar vroeger was het geen crisis en nu is het oorlog. Dus in de oorlog moet het back to the roots. Met havermoutmelk. Wat heb je dan? Totdat het een beetje warm had, dat zouden we dat doen. Dat is toch al gebakken vooraf, dus ja. Ja man. Is lekker? Ah ja, de zelfgemaakte choco met havensiroop. Of zoiets. Havensiroop. Wat was het weer? Haver. Haver. Ah, ik kan het niet uitspreken. Havensiroop. Ah, van de haven. Daarbij die haven. Die mooie haven, ja, daar liep Severien, zij kocht een beetje siroop.
Wes is toch de meest aantrekkelijke man ooit, hè? Tevreden. Hé, hey, het wel mooie zonnebloempitten zo aan je oren hier. Ik heb ook oorbellen. Ja, wat? Aan van jou? Oh, dat is nog schoon. En jij, heb jij ook oorbellen? Wat zijn zo oh, zo lief. Heb jij ook oorbellen? Dat niet. Ja, de volgende. Oei, wat ligt er hier? Een stukje dat loopt aan iemand. Heb je pannenkoek gaan in opbouw? 6 kilo ongeveer. Dat is oud, hè. Maar waarom proeft dan ik in niemand heen? Ik alleen heb proeft ze. Oh, dat is niet lief, hè. Dat is niet lief, hè. Jamie! Hi, Jamie. Proef een keer eentje. Nee, nee, nee. Oh. Ga je dan nog meegaan met mij? Nee, dat niet. Oh, wat moet ik? Klopt en in heet. Dat is echt mega zot, hè, voor wijze. Moet kijken. Woeha! Woeha! Doe je papa dat elke morgen zo pannenkoeken bakken? Elke zondag normaal. Elke zondag. Ah, zeg, nog iets. Ja, Wesley wil een elektrische mixer gebruikt. Hey, zo'n klopper. Waarom? Ah, ja. Ja, hij wil dan een keer aan. Hè. Zegt hij, mijn leven is dus keer makkelijker met dat. Mijn leven is dus keer makkelijker. Ah ja, maar ja. Maar die camera naar mij richt, omdat ik ze zei, nee. Ah ja, maar ja, ze zeiden, vraag, zeg het maar aan Severin, zei hij. Ja. Heb je mij dan nog nooit gevraagd, hè? Ah ja, maar voilà, maar nu dus vragen we het. Hier staan hun voor dan naar mij te vragen. Wat zeg je, Wesley? Wesley, is dat dat bestond? Ik? Huh? Ik? Maar wat voor planeet kom jij eigenlijk? Ja, wel. Juist, dat. Van geen klopper, hè? Geen dus koopt hem dan een keer. Ja, in een action kost dat 15 euro. Ja, maar weet je wat Wesley zegt? Wesley zegt, ja, maar ik ga dat niet mogen kopen, want dat komt van een action en dat is niet ecologisch bestand tegen waterdelen en atoombestand. Of zoiets. Maar het je, ga je handen gaan wassen naar het toilet? Ja, moeten we meegaan naar het toilet misschien? Hier beneden is er een. Ga je handen gaan wassen bij papa en ga naar het toilet? Waar beneden? Severin, ga ik een elektrische klopper zoeken. Aan de trap, de tweede voilà. Deur. Voilà. Oh, naar buiten gaan. Dat is altijd zo. Nee, hey, het zijn uw pannenkoeken die zo rieken. Ja, dat? Ik? Jij weet. Ja, kijk dan met die ja, we gaan dus momenteel een verstoppertje spelen. Dus mijn pa is verstopt en wij gaan hem zoeken. Goed? Ja. Allee. Go. Jij moet tot 10 taal, hè? Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Waar is die? Goed zo! En 5! Voilà ze! Nog een keer! We gaan nog een keer doen! Jij moet je verstoppen, doe maar! Kom, hey, dat is hier wel mega mooi, hè? Ja, wel! Kom! We gaan tellen! Ah, ja. Kom, we gaan tellen, ook je moest je verstoppen! Ja, maar ik wil gewoon een keer kijken naar het uitzicht. Maar nee, eerst zou het tellen. Ah ja. Ik gooi het kind. Voilà, die mensen. We gaan nu een klein beetje gaan wandelen with the family. Voilà, we zijn hier op de eerste locatie. Voilà, waar dan de koetjes zijn. Wat is het nu mee? Ik ga brood gaan halen voor die koetjes. Ah, ja. Ja, maar het is van uw vrouw hier. Dat was slim, hè? Luca, wachten. Nooit een pees. Goed. Ah, mooi, hè, hier. Kijk, ze zijn daar. Kijk. Kom.
slop daar hun in de keel, man. Zo, dat is cool. Het zijn Fransen. Ja, het zijn Fransen. Ze komen. Viens, arrivé maintenant ici. Arrivé maintenant ici. Ja, kom maar. Kijk, ze komen allemaal af. Voilà, ze. Moesten ze bij een sprint niks in eerst naar. Zit je wel elektriek op, hè? Dus ja, maar wacht. Voilà. Dat was de eerste locatie, koeien. Wat is de volgende locatie? Koeien. Mieren op de grond. Oké. Okay. Maar nee, dat is verspelling. Wat verspelling? Als dat daar ook op is, hè? Allee, kom. Sta met de wereld. Ik heb een dikke brok. Twijfelen. Kennen wij ze? Kennen Jamie? Er ook iemand. Ja, ik ga dat nooit toe gaan. Wanneer? Niet dus. Maar koeien. Het is wanneer een koeien eigenlijk broedt. Het zijn geen kiekjes, hè? Ja. Het is ook biobrood. Het is biobrood. Die eten dan niet. Zijn vriend, zelfs de beest moet nu brood niet aan. Hoe erg is dat niet? Oh nee, van wie is het dan? Het is toch biobrood? Van Caro. Allee, vol op naar het volgende. Voilà, die mensen. We hebben een schone wandeling gemaakt. Nu is het tijd om achter de pizza's te gaan. En Jamie gaat rijden. Mijn ma gaat mee, mijn pa gaat mee en ik ga mee. En ja, ik ga intikken in Google wat er hier als een koolruit is. En in Bastogne. Wat een Bastogne? Bastogne? Is het in Bastogne? Een Bastogne? Ja. Maar we zijn toch in Bertogne? Dat is Bertogne toch? Oké, okay, maakt niet uit. Mijn spat er niet. Ja, dat we geen uur moeten. Allee, goed. Kijk, Jamie gaat rijden. Doe je gordeltje aan. Ja, dan moet je meegaan. In alle veiligheid. Want we rijden wel met... Hij moet zwijgen, moet. Jamie mee. Oké. Okay. Allee, uit de pizza's. Let's go. Go. Nee, het is yo. You yo, go? Yo, we go, hè, yo? Go with, hey, go with the flow, yo. I'll set the show. Voilà mensen, we zijn terug in het huisje. Ondertussen zijn ze hier paardjespel aan het spelen. Wie is er aan het winnen? Die zit nog altijd in de kast. Mama, hij is jou ook jouw mama geworden. Nee, de soep niet meer om op te zetten. Wil jij Anouk als jouw mama hebben? Nee. Ah. Ja, maar ja, ik zou het verstaan. Hè. Zo, je ziet er echt zo gelukkig uit. Niet normaal. En twee zitten of één? Ah, we gaan soep eten. Dus zo gaan we soep eten met boterham en beleg en weet ik veel allemaal. Ah ja. Wat blijf? Nee, met pizza. Nee, vanavond is pizza. Oh ja. Van jullie. Ja. Oh ja. Vanavond eten we pizza. Oh ja. Ik ga verder afknippen. Dat blakken zo een keer spoelen, maar dan een En achter het eten, dan zijn we weg en gaan we een keer naar La Roche gaan. En, maar ja, dat gooi je niet vooruit, hè, mensen. Dat gooi je niet vooruit. Maar nee, ik ben rood, hè. Jij bent nu beginnen ze al ruzie te maken voor paardjespel. Kijk, waarom noemen ze dat eigenlijk een paardjespel?
Dat noemt mensen erger je niet, dat noemt geen paardje. Maar de volksmond noemt dat paardjespel. Omdat dat paardjes zijn. Mensen erger je niet, ik erger mij wel. Ik weet het niet. En wat erger je u? Dat ik al, mama is verder gedaan met haar eerste ronde. Maar moet tegen uw verlies kunnen, hè, zo hé? Kun je niet tegen uw verlies? Nee. Ai, 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 ai. Het ziet er wel, maar... Ah ja, maar het ziet er zo niet uit. Ai, 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 ai. Kan jij tegen je verlies, Luca? Caro. Caro? Joch, nee. Ben ik jong, nee. Ik wil winnen. Ja, oké. Okay. We gaan hier nog even chillen in het zonnetje en dan gaan we soep eten. Want het is wel echt ja. Het weer voor soep te eten. Hoe eet hij je soep? Ja, maar hij eet geen pizza's, hij eet geen soep, hij eet geen spaghetti. Wat ga je eigenlijk wel eten? Hey. Ja man, moeilijke mensen, moeilijke mensen, moeilijke mensen. Vooral de mensen die denken van kijk, we gaan een keer samen met familie op een weekendje naar Dardenne. Gewoon niet doen. Juist bij tweeën, zoetje. Hè? Dat is best van al, hè. Jij en ik, hè. Als een echt verliefd koppeltje, hè. Gaan we ooit nog trouwen? Nee. Oké. Oh my god. Ja, dat is eigenlijk vanaf dat je 6 hebt, moet je er niet. Draag jij. Wesley staat weer aan het fornuis. Draag jij daar naar buiten. Ik krijg daar geen tijd voor. Ik moet, ik moet visuele mediabestanden infiltreren. En jij? Wat zeg jij eigenlijk weer aan het doen? Wel, dat is een pété. Dat is gevonden. Ja. En wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Ah. Nee, ik moet niks aan. Ik ga gewoon soep eten. En Severine is hier een eitje aan het koken voor mij. En een beetje charcuterie. En we kunnen weer eten, hè. We hebben hier ondertussen een accident. Wesley, hem wel verbrand. Doe een keer je hand. Doe een keer. Oh. Nou. Frisse cola erop. Ja, maar dat gaat niet lukken, maar dat is geen bio-cola. Hij had nooit genezen, Wesley. Dat is nodig. Hij had nooit genezen. Dat is nodig. Oh, papa heeft hem verbrand. Maar ja. Dat is ook een beetje omdat hij hier een beetje... De lot overgelaten. Ja, ja. Ah, alles alleen doen, denk dat we dit doen niet. Als u niemand niet helpt, he, ja, ja. Is toch het is om zeep, hè. Kijk, ik help u. Dank u, dank u. Zit. Oh, de tuch. Ja. Drink vlug een keer, durft niet. Ja. Steek die handen, ik En ondertussen zitten we op een trein. Met de trein naar Oostende. Want daar wordt mijn hart te diep. Tjoeke tjoeke tuut. Leven lang verwende. Tuut. Want daar hart ook mijn lief. Met de trein naar Oostende. Tjoeke tjoeke tuut. Ja, oké. Okay. Ja, dus we gaan met een treintje rijden, een toeristisch treintje. Het was maar 9 euro de man. En ja, natuurlijk, Severin zegt, wij doen dat. Dus ja, we hadden niet veel keuze. Wesley en mijn pa en mijn ma en Jamie zijn niet mee. Die gaan daar een terrasje gaan doen. Daar. Dus ja, we zullen weten. Maar wij gaan echt
een keer iets, tenminste iets zot beleven. Dat is waar, wij gaan iets doen. Wij gaan tenminste... We gaan iets doen met ons wij leven. We gaan leven, echt, like, echte ja. Levenaars. Ja, levenaars. Levenaars. Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Eerst nog wat studeren. Zie je het nog zitten, zo hé? Oh. Hey, sorry. Hier roepen hè? Ben je blij? Luca, Luca. Ja, de meisjes zijn blij. Dat is iets leuks. Ben je blij? Alle. Moet je foto maken van jou? Nee, nee, nee. Goed, alle. We zijn er klaar voor hè? Ja. Kom. Ja, we gaan vertrekken. Je souhaite à vous tous la bienvenue dans ce parcours. Zal ik echt taal dan eens voor u? Ik denk dat ik meer opgesperreef daarheen. Voilà, zie mensen. En ondertussen hebben we dus dat treintochtje gedaan. En nu zijn we hier in een bak. Tolle jongens, goed zien. En kieken, wat doe je eigenlijk? Dus en nu zijn we hier in een park met allemaal beeld. Hoe noemen ze dat? Ja, beelden zeker. Is dat, noemen ze dat? Beeldhouwwerken? Beeldhouwwerken. Ja man, die lag te ver in. Goed, voilà. En nu gaan we daar een keer een beetje bezoeken. Oh, hé, hey, maar die lag te ver in, man. En altijd mis ik dat, hè, jongens. Goed, allez, we gaan hier een beetje rondlopen. 3, 2. Maar erover springen, dat is niet zo... Ja, 3, 2, 1. Ja? Ja, doe maar. 3, 2, 1, go! Tuurlijk wat, bij jou. Oh ja. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ja, weet niet. Oh, mijn rug. Ja, man. Het is toch niks aan die vloer? Oh. Waarom? Ja, ja, waarom? Leef! Leef, leef. Gewoon leven, Wessie! Oh, mensen, ondertussen zijn we thuis gekomen. Ja. Jamie, wat lief? Moeten we weer tussen komen? Ah ja, maar ja. Dat moet, hè. Maar ja, maar kijk wat? Wat was dat, ventje? Zeg maar. Wat was dat, ventje? Maar ja, hij stopt in mijn maag. Pardon. Ja. Pardon, Jamie. Waarom hebben we hier twee bieren eigenlijk? Zo. Wat? Waarom hebben we hier twee bieren? Op één been kun je niet staan, joh. Alsjeblieft? Op één been kun je niet staan. Op één been kun je... Is dat weer zo'n typisch cafépraat? Nee, oh, jongens, dat, jongens. Dat. Hier, een andere. Zet je weer op je hat, ja? Zet je weer op je hat? Op onze mooie familie. Ah ja, we gaan een keer klinken, hè? Ah, Wesley gaat het woord nemen. In plaats van... Wesley gaat het woord nemen. Ja. Oké. Okay. Dus ondertussen zijn we hier zo'n beetje aan het aperitief. Klinken is drinken, hè? Aperitief. Toe, ga even drinken. Wat moet je? Wat? Wat zei je? Nee, je mag nog niet. Hij moet het woord nemen. Want hij is eigenlijk een beetje het hoofd van... Ben nee, jong. Allee. Papa. Wat is ons vader? Krijg ik hier nog iets anders dan nutjes of? Ah, ja, moet pakken, een beetje. Nee, maar... Allee. Ja, dat lekker dat niet. Kom, we gaan eerst een keer klinken. Ja, oké. Okay. Tot z'n ja. Ja. Ja, zei het keer, Wesley. Allemaal recht staan, ja. Santé. Santé. Ja. Santater. Ja, liever. Bier of water. Voilà. Santé.
Santé. Oh, waffen. Waffen. Dom speech was dat eigenlijk. Allee, ik stoor mij maar een coca. Eén voor bier of water. Ja, ik heb een cola zero zonder cafeïne, zonder, zonder suiker en zonder coca. Spuitwater deze. Ja, Wim Brent spuitwater. Ja, en dat was het. Ik zou zeggen, mensen, geniet ervan. Ah ja. Maar, we zijn hier allemaal samen gekomen. Ah, oké. Okay. Ja, man. Zoals 14 jaar geleden. Ah ja, de dag dat jullie elkaar rond... Allee, de dag dat het zonlicht niet meer... De dag dat de zonlicht niet meer scheen. Heb ik jou ontmoet? Stond ik helemaal alleen. In de McDonald's. En toen bloeiden zelfs de bloemen niet meer. Hey, twee slokken, hè. Dat is al te zeggen. En drie spuitwater. Dan breng je al je zorgen. Drink rode wijn. Papa, roep. Sta recht, dan gaan we allemaal mee. Ja, we gaan kwijnen, dan worden we mee roepen. Ja, dan mag je niet wel dat je papa eruit staat. Allee. Goed, dat was het. Doe eindelijk een speech aan. Maar nee, we moeten twee mensen speech geven. Welkom. Ja. Dat is de belangstelling. Welkom op deze heel mooie dag. 36 graden was het vandaag. En we hebben gelachen, gedanst, gezongen. Gezongen, en we alles. En waarom weer is het dwars gelaten? Doe normaal. Heel mijn vibe weg. Ja. Heel mijn vibe. Jongens, ik ging nu echt u ten huwelijk vragen. Fuck you. Wat? Waarom zit hij te schijten, Martin? Hij is serieus. Hé, serieus. Wat je? Hé, allee. Je zit hier op je max, kunnen we wat pizza's eten en zit hier... Jongen. Hé. Wat is dat? Sjoefke. Sjoefke uit zijn hat. Ja, Brumbrier. Brumbrier, het is een brot. Het is een brot. Hé. Het is een kop. Ja, oké. Okay. Wesley, hey, zie je het nog zitten? Ja. Nou, oké. Okay. Moet je nu stop met drinken, hè? Ja, maar ja. Hij ziet het gewoon zo aan zijn ogen dat hij zat is. Boah, nee, joh. Nee. En hij probeert zo normaal te doen, zo. Maar nee. Ja, zo. Maar nee, ben ik niet zat. Jongens, stel, jongens, stel. Nee, nee, moet jij hem op, ik ben niet meer aan. Ik wil even net er worden. Ja, maar ja, moet u eten opeten, hè, Wesley? Dat zijn ook een paar steutjes. Hé, man, serieus. Ik heb naast u of ga niet. Ja, echt, is zo. Oké, ik ga gewoon eten. Let's go, yo. Voilà, mensen. En ondertussen is het al avond. Iedereen is nog wakker, maar ik ben gewoon mega kapot. Ik ben zo moe. Het is niet normaal. Het is nu, denk ik, 9:30 of zo. Maar vorige nacht heb ik echt niet goed geslapen meer. En, maar ja, het is wat het is. We kunnen er niks aan doen. Het is nog... ja, just, vanavond en morgenavond hier nog één keer slapen. Nog twee keer slapen dus. En ja, we zijn er vanaf. Het is echt, het is echt wel plezant. Ons weekendje weg. Maar ja, als je het niet gewend bent voor in zo'n bed te slapen, kan het wel ambetant zijn. En natuurlijk ben ik weer zo moe als iets. Maar ik heb ook vandaag nog niks gerust. En je weet ook, met mijn hart is het super ambetant. En ik voel dat wel. Ik zeg dat niet altijd tegen iedereen. Maar ik voel het wel. En daarom dat ik nu echt besloten heb voor vroeg in bed te kruipen. Dus allemaal bedankt om te kijken naar de video. Like de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe vlog. En dat zal morgen zijn zeker. Wow, we gaan het wel zien. Oké. Okay. Allee. Salutjes hè. Yo.